In onze cellen, in ons lichaam, doen eiwitten eigenlijk al het werk. Ze vormen het skelet, ze zetten stoffen om in andere stoffen, verwerken ons voedsel, ze reguleren het verkeer, ze zijn ook de autootjes. Ze doen eigenlijk vrijwel alles wat er nodig is om ons lijf te laten functioneren. En dat eiwit, daar kan ook een foutje in komen en dan gaat het mis. Want dat eiwit, dat wordt gemaakt als een kralenketting van bouwstenen, van aminozuren. En die kralen die moeten helemaal goed opvouwen, oprollen, totdat ze een functionele structuur krijgen. En eigenlijk kun je die eiwitten dan ook zien als machientjes die helemaal samengesteld zijn, geassembleerd zijn uit onderdelen. En die onderdelen bestaan allemaal uit die kraaltjes. Nou, dat is wat een eiwit is. En dat vouwingsproces van na de aanmaak en tijdens de aanmaak, hoe zo'n eiwit zijn functionele structuur krijgt, dat is het proces wat wij willen begrijpen en wat wij in detail bestuderen. Nou, we werken natuurlijk aan hele specifieke eiwitten. We hebben een paar modellen gekozen. En één daarvan is het cystic fibrose gerelateerde eiwit. Een belangrijke vraag die we onszelf altijd stellen is hoe algemeen het nu eigenlijk is wat we vinden. Is al die jaren werk aan het cystic fibrose eiwit dan alleen maar belangrijk voor dat cystic fibrose eiwit? Het is natuurlijk heel belangrijk voor de patiënten. Maar ook voor het fundamentele onderzoek willen we eigenlijk breder kunnen kijken. Dus het zou wel eens kunnen dat we op pad zijn om een vrij algemeen globaal vouwingsprincipe te definiëren. Waar dan heel veel eiwitten, misschien zelfs wel alle eiwitten aan gehoorzamen.